Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar manieren om de principes van duurzaamheid te implementeren in hun bedrijfsvoering. Audiovisuele communicatiemiddelen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Met videoconferencing bijvoorbeeld kunnen tijd en kosten worden bespaard zonder dat het persoonlijk contact verloren gaat. Nou, videoconferencing wordt gebruikt voor mensen of groepen mensen die bij elkaar willen komen. Je ziet het nu met vergaderen, maar door de reisafstand of de reisdruk is het vaak lastig om voor een half uur vergaderen bij elkaar te komen. Dan ben je een uur onderweg om een uurtje te kunnen vergaderen. Nou, de techniek die we tegenwoordig hebben maakt het een bijna echte ervaring. En je zult dan zien dat het door mensen heel snel geaccepteerd wordt om op die manier te gaan vergaderen. De mogelijkheden die we tegenwoordig hebben op het gebied van videocommunicatie bestaat eigenlijk uit een viertal varianten. En waar we traditioneel begonnen zijn met het vergaderen van boardroom naar boardroom, is daarbij gekomen de desktop erbij betrekken. Dus mensen achter hun pc middels video betrekken in de grote vergaderingen. De nieuwe stap met het nieuwe werk is onder andere het collaboration. Nou, collaboration is het samenwerken aan documenten waar je dan ook video en audio bij toe wil voegen. En de allerlaatste, de nieuwste waar we nu tegenwoordig heel veel tegenaan lopen, is het mobiel videoconferentie. Denk aan de nieuwe varianten van de tablet pc's die op de markt gekomen zijn, waar ook videocommunicatie mogelijk is. Een uitkomst biedt het onder andere voor ziekenhuizen waar artsen schaars worden, artsen duur zijn. Dat er patiëntenbesprekingen plaats moeten vinden. Artsen reizen door heel de stad. Bijvoorbeeld in Utrecht heb je ziekenhuizen met meerdere dependances. Mensen in plaats van te reizen met elkaar om die patiënt te bespreken, kruipen ze achter een videooplossing en gaan ze de patiëntdossiers met elkaar doornemen. Het gebruik van videocommunicatie draagt bij aan een efficiënte en duurzame manier van werken. En dat past geheel binnen de filosofie van het bedrijf. Dit product speelt ook in op de duurzaamheid. Je ziet dat door het inzetten van onze oplossingen de reisbewegingen aanzienlijk naar beneden gaan. Het aantal reisbewegingen, dat is één aspect. Maar voor de werkgever biedt het ook heel veel voordelen door het efficiënter in kunnen zetten van zijn of haar personeel. CoTelecom werkt ook graag natuurlijk mee om zelf een bijdrage te leveren aan duurzaam ondernemen. Niet alleen door videocommunicatie te verkopen, maar ook zeker door het zelf toe te passen. We hebben ook een vestiging in België. Die vestiging in België, daar kunnen we ook op en neer naartoe rijden. Maar we gebruiken 9 van de 10 keer videocommunicatie om op die manier met elkaar te communiceren. Ook al onze thuiswerkers gebruiken videocommunicatie om contact met kantoor te houden. Nou, dat is één van de dingen die we doen. Maar we hebben ook ons wagenpark onlangs vernieuwd. En daar hebben we besloten dat alleen nog maar A, B, C-klasse auto's gekocht mogen worden. En dat ons serverpark onder andere vernieuwd is door een koelinstallatie die op natuurlijke basis gekoeld kan worden. De extra winst op duurzaamheid kun je onder andere verkrijgen door deze nieuwe technologie in te zetten. Nogmaals, het verminderen van de reisbewegingen, het verkleinen van je panden. Want de mensen kunnen ook tegenwoordig thuiswerken. Waardoor je dus ook hele grote voordelen kunt behalen voor bedrijven met ruimteinvestering, verwarming van de ruimte, verlichting van de ruimte. En een aantal van dat soort zaken. Bye.